Iedereen welkom bij een nieuwe stream en ook misschien wel een nieuwe video op YouTube. Wel, wie weet, als het leuk is dat ik hem dan weer op YouTube post. Ik ben vandaag niet met Justin, maar met Sander. Hey! En ik ben ook bij Sander in de stream. Ja. Wat we vandaag gaan doen is een Pokémon Crystal Bingo. En voor Sander is dit de eerste keer, dus ik zal het hem eventjes goed uitleggen. Het is wel fijn dat je wel de game kent, zeg maar, want anders zou het echt heel moeilijk zijn, maar dat is niet zo. Je kent de game, dus. Crystal, ik heb meer Gold en Silver gespeeld. Ja, maar dus het is dezelfde game. Ja, het is dezelfde game. Dus daarvoor, en je hoeft hem niet uit te spelen per se, hè, dus... we gaan de bingo doen, zoals jullie zien boven ons, dat er weer een bingo kaart staat. We spelen op 200% snelheid, dus dat is gewoon om het leuk te houden, zeg maar. En het is een randomizer, dus alle Pokémon zijn gerandomized. De bedoeling van de bingo is dat we twee rijen halen, maar het mogen niet twee dezelfde richting rijen zijn, zeg maar. Dus je mag één horizontale en een verticale, een horizontale en een diagonale of een verticale en een diagonale. Oké. Dus dat is even belangrijk om te weten. Zullen we gewoon alles even langs gaan, zodat we alles gelezen hebben, ja. Zodat we allebei een beetje weten. HM5 of Flash. Dus nu zijn de HM's niet veranderd. Dus HM5 Flash, dat is gewoon maar één ding, zeg maar. Als je die hebt, krijg je, dat eerste hokje. TM5 of Roar, dus je moet of TM5 ergens vinden, of Roar ergens vinden, aangezien dat de TM's... Ja, dus allebei telt, zeg maar. Defeat Lapras. Dus je moet gewoon geluk hebben dat of een NPC of... Die snap ik. Ja, die snap je? Oké. Ja, ik zal maar voor de zekerheid leg ik het uit. Trouwens, hallo Supervarkje, weer leuk dat je er bent. Hey, zeker leuk dat je er bent. Call a Black Belt. Nou ja, dat spreekt ook wel voor zich, denk ik. Black Belt? Is dat een... Black Belt is gewoon een NPC, zeg maar. Als je die belt, dan krijg je dat hokje. Oh ja, oké. Call als in met de Pokégear natuurlijk. Ja. Soft Sand, dus je moet gewoon de item Soft Sand krijgen. 6 badges, spreekt ook voor zich. Een Hitmonlee, Hitmonchan of Hitmontop hebben. Vangen of gewoon krijgen, in ieder geval dat je hem hebt. Ariados of Ledian. Wat? Spreekt ook voor zich. Ja, charcoal item. Dat ook, hè. Own 8 different watertype Pokémon. Dus het is belangrijk dat het wel verschillende zijn. Poliwrath of Slowking. Murkrow of Misdreavus. 3 level 30 Pokémon. Of hoger. Een Pokémon met een non-HM accuracy reducing move. Oké, dus bijvoorbeeld Sand Attack. Ja. Nidoking of Nidoqueen. TM10 of Hidden Power, dus dat kan allebei. 3 eieren, die is wel pittig. Defeat a Legendary Pokémon, die is niet zo moeilijk, want die kom je vanzelf een keer tegen. Ho-Oh of Lugia. Hey Yami, leuk dat je er bent. Ho-Oh of Lugia. Defeat een level 40 of hoger Pokémon. Houndour of Snubbull. Catch een Pokémon in Lugia's room, die is ook moeilijk, want voordat je bij Lugia bent, moet je volgens mij best wel veel doen. Hey Munty. Ik zie Simon ook al in de chat. Ja. Met dit is geen dit is geen Roblox. Nee, dat klopt. Dat is vergeten aan te passen. Oh, oeps. Ja, kan gebeuren. Maar als het goed is, staat hij nu op Crystal Bingo. Goed zo. Munty is meteen weer voor jou. Wat een hater. Dunsparce, Wobbuffet of Girafarig. Ivysaur, Charmeleon of Wartortle. En give a Pokémon een haircut. Gaat dat lukken, Sander, denk je? Nou, ik weet niet of ik ook ga winnen, maar het gaat vast lukken. Oké, dan heb ik nog één. Dan heb ik nog één ander dingetje. Als je een shiny Pokémon vangt. Ja.
Dan mag je twee hokjes naar keuze kiezen. Vandaar dat ik de vorige keer ook had gewonnen. Ik weet niet of je de video had gekeken. Ja, Ja, toch? Ja, dus vandaar dat ik de vorige keer had gewonnen. De Shiny Gyarados telt niet, zeg maar. Die is wel gerandomized, maar die telt niet, omdat die er altijd dat is zit. op zich wel logisch. Alleen de odd egg dus Simon, ik wel. ben het helemaal met je eens trouwens. Dit is inderdaad de beste POV. Hé, dat zegt hij ook tegen mij. Dat zegt hij ook tegen Oeh. mij. Oké, laten we beginnen. Ja, het is ook niet echt een race natuurlijk, maar Ja, het is op zich een race. Je moet alsnog, je gewoon. moet wel al die dingen. Ik doe gewoon Chris. Ik ben Chris vandaag, jongens. Ik weet ook niet waarom, maar ik voel me vandaag gewoon in Chris. Oké, grappig, grappig, grappig. Ik heb wel mezelf, volgens mij. Of heb ik mezelf niet een naam gegeven? Nee, volgens mij heet ik nu A. Nou ja. Boeiend. Oeh, een Pupitar. Stond hij erbij? Weet ik eigenlijk Oh, niet. jij bent alweer zover hoor. Tuurlijk. Jongen. Staat Wigglytuff Pupitar. en een Pinsir. Volgens Ja, maar mij. die moet je. Oh, wacht. Nee, die staat er niet tussen natuurlijk. Nee. Nee. Die Oh, staat er niet tussen, nee. Ik dat weet is het. gunstig. Oh Nou shit. ja, Oh ja. behalve als jij een goede Pokémon krijgt, maar. Geef me nou gewoon die Oh, dat Pokémon. gaan we een keertje doen, Marushka, als je dat wil. Oeh, Abra. Staat hier tussen? Of Nee, Alakazam volgens of mij niet. Kadabra? Nee, volgens mij niet. Haar geheugen is ook echt. Je hebt net alles opgenoemd Ja, maar dat is en lastig nee hoor. hoor. Dat is lastig Ik met ben. 25 challenges. Dat is waar, dat is waar. Dat hadden Wanneer gaan Justin we en nou ik. die Geoguess video maken? Ja. Goeie vraag, goeie vraag. Dat is een goede vraag. Igglybuff. Oeh, een Oh. Arcanine. Hebben we die ook nodig? Nee. Die zie ik zo gauw niet staan. Dus dan. Dan liever niet. Your partner is important. Gastly, dat is een trade. En dat wordt wel lastig. Abra ook natuurlijk, ja. Ja. Oh, wauw, wat kut. Nee, En Abra heeft Abra waarschijnlijk niet. alleen. Abra niet, maar die heeft teleport. Die Ja, heeft die heeft alleen alleen teleport. teleport, dus dan maar Gastly. Gastly heb je het meest aan. Maar Let's ja, go, Gastly. En Haunt is ook wel je goed. bent wel super hard genaaid als je straks een Pokémon, een normal Pokémon Moet je tegenkomt. naam geven? Nee. Hey, zolang, ik mag geen zelfpromotie doen, maar Nee. jij mag wel mij promoten. Dat is hoe het werkt, toch? Als jij het zegt. Oh, jij loopt echt zo ver voor. Ja, maar het gaat niet om waar je bent. Het gaat Dat om is de waar, dat is waar. challenges. Ik liep ook super dik achter op Justin, maar ik won ook. Oh, ik hoor dat ik een follow heb. Ik heb alleen, denk ik, niet de Jongen, follow alert in deze ding gezet. Dus nu weet ik niet wie followed. Als er nou in plaats van Lapras Goldeen stond. jongen. Wel echt jammer dat je dit niet met meerdere games kan doen, eigenlijk. Ah, je Want kan het wel deze. doen, alleen bij deze is de enige waar het echt leuk bij is. We kunnen wel een keer een andere proberen hoor, maar van deze weet ik zeker dat de challenges gewoon leuk zijn. En dat je door deze game Omdat. gewoon makkelijk kan lopen, zeg maar. Oh, een pokeballetje. Please wees een charcoal. Een antidote. Oh, ah, kijk. Oh ja, de catch Oh. rates in deze game is soms echt heel heftig. Ja, maar dat is een. Ja, dat is natuurlijk in Gen 1 en 2. Hey, mijn rifle. Ik weet alleen niet hoe die heet. Nee, die Weet je moest. waarom? Omdat ik hem nog geen naam heb Oh, gegeven. oké. Dat wist je, gelukkig. Jij denkt, wat is dit nou? Ja. Weet deze gast nou niks van deze keer? Oh! ik Oef. werd gesoftlocked. En de hand is ook wel Je goed. bent wel super hard genaaid als je straks een Pokémon, een normal Pokémon tegenkomt. Ja, Nee, als ik struggle. ik zei het nog tegen jou, van je Ja. hebt een probleem als je straks een normal Pokémon Ja, tegenkomt. maar ik had ook een probleem. Als ik Igglybuff had gekozen, want dan had hij Gastly gekozen. Nee, want als jij Nee, dan Igglybuff had had hij. Oh gekozen. nee, dan had hij. Ja, Ja, nee. dat wordt reset, soft reset, denk Nee, ik. maar in principe, het was bij allen was het niet heel gunstig. Igglybuff is sowieso trash. Nou ja, Gastly is Ghost, dus kan mogelijk geen normal type zitten. En dan hebben we nog Abra die alleen maar teleport heeft. Ah. Dat is geen goede keuze. Kijk, jij hebt fucking Pupitar en Arcanine. Dat klopt, ja. Ja. Maar ik heb Arcanine niet gevangen, Nee, maar ja. Oké, okay, let's go boys, nu voor het echt.
Je hebt gewoon de hele game al uitgespeeld, zowat. Ja, bijna wel. Ik ben nu A. Doordat ik game op 2 keer snelheid zit, loop ik de trap steeds op en af. Heel sneu. Ja, ik vond het wel jammer dat ik die stream van die bingo gemist had. Met Justin dan. Snap ik. Niet met mezelf, daar was ik bij, zeg maar. Oh, jij hebt een Hitmon top alweer, hoor. Oh. Bruh, ik ben softlocked. Ik ben oprecht gewoon softlocked. Ik heb Sing, Charm en Defense Girl. Met Igglybuff. Ik heb met Gastly, maar dan kiest die Igglybuff, heb ik Hypnosis en Lick. Met Abra heb je heb teleport. En teleport. Nou, deze game haat me. Ja, ik zit even te denken. Je hebt wel de goede rom gegeven. Zo, echt hè. Wat ik dat kan... moet je ook doen. Ja, rip. Dat is wel een probleem. Ik rip. Wat ik kan doen is heel eventjes snel een nieuwe rom voor je randomizen. Dat is wel echt heel zielig. Ja, ja. Dat was heerlijk. Dat is zeker lekker, ja. Moltres, wacht eventjes. Die staat ertussen of niet? Nee, toch? Dat stond er niet nee, tussen, hij... toch? Nee, dat was bij die andere die jij en Justin deden. Die loopt een beetje achter. Ik moet tegen hem. Was een maatje. Nou, dat kan. Het kan in principe. Oh, jij hebt een Mewtwo hoor, op je beeldscherm. Ja, hij is al dood inmiddels, maar... Oh, jij hebt de Vita Legendary Pokémon. Oh ja, inderdaad. Je hebt die Mewtwo verslagen, gast. Ja, klopt. Ja, dat gebeurt wel vaker hoor, dat je dingen even mist. Net als die Pokédex, ik weet niet of je dat had gezien. Daar kwamen wij fucking laat achter dat we die allebei al lang hadden van... Wat? Oh, dat heb ik eventjes niet onthouden of meegekregen. Ja, we moesten 90 Pokémon gezien hadden. En toen hadden we op dat moment allebei al 140 Pokémon gezien. Oh. Ja, maar dat is ook zo eentje, die vergeet je snel. Ja. Yeah. Nu mijn rival heet. Ah! Daar ga je niet vanaf komen, voorlopig. Nee. Oh, dat was bij mij. Voor de mensen die de stream kijken. Flash! Oh ja, oh, dat is natuurlijk de... Die krijg je. Hey, JJB Ninja stuurt ook zijn. Ja. Nou, nu ben ik weer eerder. Dat was een speeltuin. Oh, ik had laatst echt. Ik weet niet of die video al online staat. Of dat het al van een video is die ik al had opgenomen. Maar er was dus waarschijnlijk een speeltuin. Want ik was eerst. En daarna was hij eerst. Alleen ik was ook echt op zo'n. Hoe heet het? Op zo'n HP dat je denkt, nou, ik ben dood. En toen leefde ik echt op heel weinig HP. Ja, dat was... Ik heb inmiddels de meme intent toegestuurd gekregen. Van kijk. Are You Winning Sun. Ja, die is wel leuk. Een seal. Oh, je moet water-Pokémon ook. 8 verschillende water-Pokémon. Dat vergeet ik gewoon. Oké, seal heeft een hogere catch rate dan ik dacht. 1, 2, 3. Wat een lullo. Oké. Can't escape. Oh, dat komt natuurlijk omdat ik per... Charcoal, gas, doe even rustig. Oh, Sander, je bent vergeten eentje aan te strepen. Wat? Ja, je hebt net als het goed is in de Bellsprout Tower heb je HM Flash gekregen. Oh, let's go. Hij is op het bord, ja, ja. Ja hoor, ik heb er één. Ja, yes. Glaceon is ook wel nice, inderdaad, Marushka. Met X-Special? Nee, dat geeft echt niks. Ik dacht dat het vet veel gaf. Elixir dan? Nee, ook niet, hè? Elixir. Ja, oh, Elixir yo. Geeft wel Elixir aan. Wel, ja. Wil ik dat doen? Jawel. Die PP maakt niet zo heel veel uit. Bye, Charcoal. Let's go! Hij heeft er weer één, hoor. Ja, ja. Nou, ik klik steeds, maar er zit net te veel vertraging in, dus dan klik ik... 2 keer. Maar jij won het KO ook niet alles. Nee. Ik won het KO heel weinig. Maar ik ben ook al veel vetter in de game, hè. Ah, nee. Ik kan hem nog niet. Oké. Ja. Let's go! Wow, hij heeft de leppers gefeind. Ja.
Werkt het? Het werkt niet hetzelfde, want bij dingen heb je van die takjes. Bij Heart Gold Soul Silver heb je ook twee Farfetch'd. Oh, je hebt er hier maar één. Oh, dat scheelt. Oké. Ga ik die twee Pokeballs gebruiken? I guess so. Sowieso dat die niet gaat. Nou. Ja! Let's go! Wow. Ja. Nou, Sander, staan we weer gelijk. Ik gewoon om. Ja, ga daar naartoe. Dan doe ik zo. Hey, Farfetch'd. Ik hoor dit toch gewoon te kunnen. Ja, je hoort het wel te kunnen, ja. Ja, kijk, zo moet hij. Nee, zo moet hij. Verder? Oh, nee. Wanneer ga je dan een keer voor de volle bingo kaart? Heb je dat ook al eens gedaan? Of? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Ik zou het best een keer willen doen, maar dan moet ik daar een hele dag voor uittrekken. Ja, dat is wel waar. Coincase, oké, okay, hartstikke leuk. Ik denk dat je daar echt, ik denk wel zo'n 6 uur mee bezig bent. Als het niet meer is. Ja, dat is wel. Welkom, run the salon. Ja, let's go. Maakt niet uit welke, natuurlijk. Ja, dit telt, hè? Als... Ja. Haircut, oké, okay, ja. Waarom moet ik elke keer tegen Poliwrath? Die zijn veel te sterk. Zo, ik heb ook even muziek aangezet. Ja, yes! Oh, dit is chill. Let's go. Hoe durven ze? Dat je zo wil winnen. Er sta je gewoon voor, hè, Sander? Besef dat even. Boom! Ik sta voor. Oh, dan moet ik niet nu stoppen met spelen. Dat helpt niet. Oké. Okay. Ja, ik heb zieke comeback gemaakt. Straks maak jij weer een zieke comeback en dan haat ik mijn leven. Maar dat doet hij niet toe. Nee. Weet je, je moet genieten van het moment. Precies. Oh ja, ik heb Lapras en Slowking. Hey, Lapras! Hey, dan staan we gelijk. Dan staan we gelijk. Ja, die Lapras is echt zo'n gelukding, zeg maar. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat jij ook al tegen veel Pokémons bent geweest die je uiteindelijk ook nog moet vangen ergens. Dus daar heb je op zich ook wel geluk mee. Kun je niet gewoon in de bal zitten, Mr. Reeves, alsjeblieft? Oh, nee, dat werkt niet. Zelfs netjes doen werkt niet bij deze Pokémon. En jij zei dat ik geluk had of zo? Hè? Huh? Ja, hier, je hebt er gewoon, hoor, bitch. Nou, dat duurde wel lang. Oké, okay, welke Pokémon is de Shiny Gyarados? Dat weet ik niet. Een Shiny Drowsy. Nice. Ah, hier, dit bedoel ik. Valt hier. Hey, nice! Mijn eerste is een Ivysaur! Mijn eerste eitje. Oh, doe maar duur hoor. Doe maar duur. Nou, ik zou zeggen, Markham. Ik weet niet wat het is met deze game. Maar waarschijnlijk gewoon omdat er weinig Pokémon zijn. Dat zou kunnen, maar de Pokémon die je nodig hebt, die zijn ergens te bekennen. Ja. Ja. Nou, ik heb er wel een paar hoor. Ik ga eerlijk zijn. Jij ook hoor. Letterlijk een paar, heb jij. Mm-hmm. Oh, ik ook. We hebben alle twee letterlijk een paar van de Pokémon die we nodig hebben. Wat? Nee, gast, doe even. Nou, dat wil ik ook. Dus dat komt goed uit. Oh, en hij heeft Sand Attack. Oh, wat kut. Maar hij heeft wel hoge catch rate waarschijnlijk, dus dat is gunstig voor jou. Oh ja, fossiel, hè? Gray Ball. Ja, use. Ik heb de 15, dus in principe zou je denken... Hij zit. Dan heb ik Sand Attack. Ja. Nou, dus in principe... Dan hoef ik nog maar 2 Pokémon... level 30. Back. Gray Ball. Snubbull zal niet zo moeilijk te vangen zijn.
Ik zou denken een Kabuto is lastiger te vangen van level 30, maar in theorie daar denk wel, ik ja. anders over. Ja, kijk hoor, ik heb... Nou, dan op zijn minst sta ik weer voor. Ja. Dat is wel heel fijn. Slimme mensen en domme mensen. Nou, ik heb ze alle twee in de chat. De ene heet Simon, de andere heet Jurre. Niet zo zeuren, Sander. Wat? Ik zeur niet. Heb jij nou een negende? Welke heb je? Ik zag iets veranderen. Oh, 3 level 30 Pokémon. Oké. Dus, als mijn uitje nu uitkomt en hij is shiny, heb ik gewonnen. Ja, maar dan moet hij wel uitkomen en het een shiny zijn. Het zijn twee vereisten die je nog niet hebt. Rolif. Oké, cool. Hij komt uit. Oké. Als die shiny is, heb ik gewonnen. Nee, je opgaat. Fuck deze game. Oh, wat kut. 1 en 2 gewonnen. Deze muziek is te vrolijk. Hey, ik ga de stream afsluiten. Ik word hier zo boos. Zo nice. Ja. Gewonnen.